Welkom terug bij GTA Vice City. En dit is inmiddels episode 2. Heb je episode 1 niet gezien? Check de link in de beschrijving. En vandaag gaan wij er weer een uurtje tegenaan. En we gaan ons voornamelijk focussen op de missies. We hebben er momenteel eentje. Of in ieder geval eigenlijk twee, want die telefoon is volgens mij sidequest. Al weet ik dat niet zeker. Dus we gaan eens eventjes naar de kolonel. Kijken wat hij te zeggen heeft. En misschien hebben we zometeen dan nog die andere moeten doen. Nogmaals, ik weet niet zeker wat sidequest is. Ik denk dat het zo is. Ik kan me die missies niet meer herinneren, maar dat gaan we zo meteen wel zien. En, oh! Wie remmen, man? Of eigenlijk niet. Oh, we hebben gelijk politie. Oké, dat hebben we de laatste keer geleerd. We moeten geen missies starten terwijl we politie achter ons aan hebben. Dus ik denk dat we even doorrijden. Ik ben wonderlijke wijze dat de politie kwijt. Wat? Ik reed 3 mensen aan. En gelijk is de politie weer weg. Alright. Dat is raar. En heb ik nou trouwens echt geen wapens op zak? Oh, dat heb ik wel. Omdat ik niks in mijn hand had. Denk ik, heb ik niks? We hebben een pistool en een kettingzaag. Dat moet voldoende zijn. En we gaan eens even kijken wat ze hier te zeggen hebben. Mall shootout. Interesting. Tommy. Colonel Cortez! This looks delicious, hè? Clap your snout. Wat is op het beest? Ik herken het beest. Tommy, you are like ik weet niet wat het is. That has freed me from the stench. Is het zo'n miereneter of iets in ding? Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. What the hell? This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend. Tommy, my friend. Here. We do things differently. Kijk, Rolly. I will continue with my inquiries. Check die vingers trouwens. Paper for a friend, Cortez. You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Valuable technology. Juist. We moeten naar de mall. Maar wat ik net zei met die characters. Kijk, deze game ziet er niet bijzonder goed uit. Of beter gezegd, best wel slecht. Maar als je de original kijkt, dat is echt... Dit is eigenlijk een pareltje vergeleken met het origineel. Maar de tijd gaat zo snel. Kijk, iets wat nou 5 jaar geleden uitkwam, is misschien nou al outdated. En Vice City kwam uit 2003? 2003? Dus 1. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, lang geleden. Dus ja, dat ziet er ook gewoon heel lelijk uit. Dus dit ziet er op zich nog best prima uit. Dus vergelijk met dat. Wat je ook moet doen. En we hebben gelijk weer 1 ster. Heel fijn begin. We moeten dus even langs de mall. Ik kan me 1 missie daar herinneren. Maar ik denk niet dat het deze is. Dit is ook een andere mall. Is dit een mall? Oh. Er is er eentje maar bovenin de map. Ik dacht dat we daarheen moesten. Het lijkt meer gewoon... Dit is ook gewoon een parkeergarage. Ik weet niet of ik via deze kant binnen moet trouwens. Misschien via de andere kant. Dus eens even kijken of we daar binnen moeten, want... Dit lijkt meer op een parkeergarage of een... Of een stadion. Oké, van deze kant kun je het op zich wel zien inderdaad dat het een mall is. La. Hij mist een schoen. Oog voor detail, jongens. Oog voor detail. Alright. We gaan eens even kijken. Is hem dat? What's up, homeboy? Die snor. Sirene! Come on. Cortez sent me. Just give me the damn. Is dit een setup? Oh, d'accord. That is a setup. What the? What is the armor van hun? What the hell? You American idiot! They followed you here. You American idiot! Ah! 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 Holy shit! Oh mijn god, gek! Oh, daar is hij. Dat was insane! Ga op die motor, Krang! Holy moly! Ik wist even niet of ik iets moest oppakken of zo. Ik kan ook niet schieten natuurlijk. Nee, ik kan niks. Oké, dit zijn die momenten waarop ik een Uzi nodig had. Daar kon ik vooruit schieten volgens mij. Kan ik nou niet. Maar ik dacht dat ik eerst nog even iets moest oppakken. Vandaar dat ik een rondje liep. Als was ik al gelijk naar beneden gesprongen. Ik heb ook bijzonder weinig health nou. 40. Ik weet ook niet precies wat ik daar tegen wil doen. Dan probeer ik het duw. Dude, als ik daar ook voor mijn motor... Wow, 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 wow. Oh, shit. Oh, oké.
Op de motor. Fout boel. Nee! No! Oh mijn god, maat! Maat, dat scheelde zo weinig! Ik had er weg moeten kunnen komen. Ik had niet verwacht dat die agent mij zou raken van die afstand. Alright, we gaan voor een tweede poging. En ik heb een plannetje. Ik weet niet of dit gaat werken. Maar aan deze kant gaan we zo meteen naar buiten. Ik zet mijn auto weer neer. Met die auto kan ik hem van zijn motor afrijden. Met die motor gaat dat niet werken. En ik kan niet schieten tijdens het rijden. Dus hopelijk dat dit werkt. En we gaan het zien. Ik ga proberen in ieder geval nou te overleven. Of in ieder geval... Ik ging niet dood. Ik werd opgepakt. Maar ja. Poging 2. Hartse flas. Gelijk rennen. Oh, Jesus Christ. Oh, ren. Waarom ben ik zo snel? Auto, auto. Mijn auto is... Nee, nee, mijn auto rijdt daar! Iemand heeft mijn auto gejat. Dude, are you kidding me? Dat kan je niet verzinnen. Dat is letterlijk mijn auto. Dat is mijn auto. Daar zit ik die deuk in. Dude, iemand heeft mijn auto gestolen. Hoe verzin je het? Oh mijn god. Zal dat nou weer op dezelfde plek verongelukken? Misschien is dat scripted. Ik heb geen idee. Oh, hij... Is er gevallen? Ik doe toch even mijn kettingzaag. Puur op principe. Blablabla. Oké, we hebben de koffer. 2 sterren politie. Snel op de motor. En vol gas. En zorgen dat ik niet aangereden word. Niet onbelangrijk. Ik ben blij dat hij zo snel van zijn motor afviel. Want zijn achtervolging kan best wel lang duren. Waar moeten we nou? Waar moeten we terug naar zijn boot, zo te zien? Ah, en we zijn de politie al bijna kwijt. Easy, jongens. Dit stelt niks voor. Kijk. Shortcut. Shortcut. Kijk hoe snel ik kan rennen. Misschien is dat wel gewoon beter. Oh, ik ben naar buiten adem. Maar je kan echt insane snel rennen. Dat slaat nergens op. En dan heb je nog het springen. Kijk. We zijn er. Missie volbracht. Wait. Oh. Ik dacht even dat ik gefaald had. Dat ik een politie achter me aan had. Mission passed. Alright. En de politie rijdt mij voorbij. Hallo, officer. Dat is doodlopend. Rijdt hij nog om? Hij draait om. Dan gaan we gelijk door naar de volgende missie. Het is de enige die we hebben, dus waarom ook niet? Guardian Angels. Thomas, I appreciate your coming. Thomas! Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Mist daar niet iets bovenaan die boot? Oh, raar uit. I dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up. Then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Ik heb eigenlijk niet lopen luisteren. Iets met... runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Ik heb geen idee. Iets met car park, inderdaad. Volgens mij moet ik iets... checken? We gaan het wel zien. Ik ga wel even naar die bestemming toe. En dan kijken we wat we moeten doen. Het zal waarschijnlijk alweer uit de hand lopen. Dat is meestal. Kan ik hier naar rechts? Dat kan. Kijk eens aan. Het is open, staat er. De car park. En... Kijk. Dit is waarom je geen wapens hoeft te kopen. Als je gewoon die missies doet, dan krijg je die wapens toch wel. Dat is Lance, toch? Lance Vance? Had zijn naam nog niet gegeven. Yes. Go to Lance to the drop-off and watch Diaz. Oh ja, dat was een drop-off location. En blijkbaar moet ik rijden in zijn auto. Want dat is logisch. Hey, ik zeg daar geen nee tegen. Dit is een dikke bak, maar dit is zijn auto. En ik ga hem sowieso in elkaar rijden. Dat is een garantie. Maar ja, we hebben in ieder geval een nieuwe gun gekregen. Dat is de Kruger volgens mij. Oh, sorry. Goed, nieuwe auto. Map. Kijk. De drop-off location is hier rechts. Zijn we eerder niet geweest? Dit is waar we die chef aanreden. Helemaal in het begin. Hier had ik hem ontmoet. Dat was letterlijk recht voor ons. Kijk. En hier is nou de drop-off location. En nou herken ik inderdaad de missie. Ik moet die auto op die plek neerzetten. Heel flauw. Blijf even hier staan, Lance. Niks aan de hand. Hartstikke idee. Moet hij eerst weer instappen, zeker. Nou moeten we...
Interesting. Ik dacht dat die, die guy dood was, die kleine. Must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. Huh. He'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Was ik aan het buik spreken? Oké, we gaan even die Kruger testen, hè? Niemand zal ons ooit zien! Oké, Diaz en Lance health. Zij mogen dus niet dood. Diaz is die kleine. En Lance staat daarboven. Zal ik ze in de gaten houden? Oh, oké, dit is... Wauw, oké. First person, goed van. Oh, komt er nog een auto aan, of niet? Oh, nee. Wel! Oh! It's a setup! Ik kan niet lopen, ik sta hier vast. Ik sta letterlijk vast hier. Oh, dat is raar. Oké, dit werkt... Dit werkt wel. Ik kan niet lopen. Ik weet nou ook niet wie friendly zijn en wie niet. Dat is sowieso geen friendly busje. Oh, reloaden. Dit is zo raar dat ik hier vast sta. Ik ben net aan een turret. Dit is zo raar. Oh, er komt er een aan. Yes. En kan ik hem... Kan ik die auto opblazen? Zou dat lukken? Oh. Bam. Ja, dat werkt goed. Gekke strats. Nog eentje. Ja, dit is na. Want ik kan hier letterlijk niks zien. Die reling zit ervoor. Oh. Is dat een drive-by? Oh, ze jatten dat ding. Oh! Dat was een voltreffer. Oké. Okay. Moet blijkbaar op de motor. Prima. Het voordeel is wel, we hebben hier nou die subby, dus die kan ik gebruiken volgens mij op die motor. Klopt dat? We kijken. Yes, kijk. We kunnen gewoon schietend rijden. Of rijden en schieten. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Map, map. Alright. Oh boy. Als ik niet mijn bek ga. Stop de motor! Hij... Dude. Hallo? Hij stopt er weer op! Oh my god. Hij at gewoon al die kogels. Waarom? Oké. Okay. Ik zou voor de grap echt een keer die console-versie... of in ieder geval de original willen spelen. Want dan heb je oprecht gewoon best wel lastige achtervolgingen. Ik snap niet waarom deze game zo makkelijk is gemaakt. Dat is best wel... Het is op zich lachwekkend. Maar het is wel zonde. Het is een beetje... Ja... Het is de game niet ten goede. Dat is jammer. Maar ja. We zijn weer terug. Nog geen 5 minuten weg geweest. Oh. Hier heb je je koffertje. Wait, heb ik dat koffertje? Oh, ik moet instappen zeker. Nee. Hallo? I live. Oh. Take heads. And it's all down to you. What is your name? What is your name? Hij is zo klein. Soon, amigo, I think. Zag hoe klein hij was. Ligt met een baby. Hij kwam net boven het dashboard uit. Alright. $1,000. Heeft deze auto hydraulics? Nee. Dit is zo'n gang auto. Die is best wel badass. Oh. Die vlammen? Dat kan ik me niet herinneren. Dus wanneer heeft deze auto vlammen? LOL. Ik durf bang te garanderen dat het voorheen niet zo was. Dat is een beetje raar. Kan ik me niet herinneren tenminste. Ik denk dat wij zo meteen gebeld worden. Ik krijg nog heel even... Oké, blijkbaar parkeer ik hem hier. Ik parkeer hem hier. Had een ziek idee. En we worden gebeld. Right on cue. I want to thank you for looking out for me, my man. I have that prick on set. He said you're the real deal, my friend. I'm the real deal. I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. Okay, hij is volgens mij zo'n drug lord. Dus... een beetje twijfel ook gebruikt. Weet je wel, pakken deze auto. Wow! Waar komt deze auto vandaan? Waarom staat hij hier? Maar, ja, volgens mij is hij een soort van drug lord. Wat ik me herinner uit de introductie. Was hij de man die alle de coke dealt. Dus we gaan eens even kijken. En is dat in het volgende deel? Ah, of course. Of course.
Herkenbaar plekje. Herkenbaar plekje. Als het ware ook. Misschien dat sommige mensen zo meteen die locatie zullen herkennen. Ik zal niks zeggen. Weet je, ik zeg het zo meteen wel. Op zich is het niet echt een spoiler. Het is meer een easter egg, dus whatever. Dat is een flink huisie. Ik weet niet of we naar binnen kunnen of dat we buiten blijven. Maar, oh, we gaan naar binnen. Oh, ik zie niks. Daar staat een boom voor. Kijk. Mooie limo aan de ene kant. Sportauto aan de andere. En dit is een flink huisje, jongens. Dus even aankloppen. Kijk dan. The Chase. Come on, baby. Come on. Yeah. Yeah. Come on, baby. Stupid horse. I'll chop your head off. Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me. Dat kopsel ook. I'm a little anxious. Klein beetje haar bovenop. Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up. Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. He's so no klein. No one. You follow him from his apartment. And you see where he goes. Later. We will kill him. Oké, okay. Nou, deal. Je kon het niet echt zien van binnen. Maar dit huis is ook geïnspireerd op Scarface. Dus in de laatste video hadden we ook een easter egg van Scarface. En als je hier binnenkomt, dan kun je het ook wel duidelijk zien. Nou zag je alleen dat kamertje boven. Maar heel die hal en zo. Best wel gaaf gedaan. Maar we gaan eens even kijken. Er was dus iemand die als het ware geld van hem had gehad. Dan gaan we eens eventjes recht zetten, hè. En, oh, dude, fucking hell. Het rijdt oprecht lastig in deze game. Ik zweer het je. Ik ben slecht, oké. Okay, maar het rijdt ook slecht. Hier zijn we dan. Kijk eens. Oh, hier zijn we de laatste keer ook geweest met onze motor. Even look through the window. Aha. Naar binnen gluren. Niemand thuis? Oh, shit. Oh, shit. En dan kunnen we waarschijnlijk over die daken heen. Don't kill him. Oh, dude! Ik mag hem niet killen, hij schiet mij verrot. Come back here! De laatste keer viel ik van het dak af. Dat gaat me nou niet overkomen. Dat was hier, bij die plank. En ik ben buiten adem. Nice. Come on, this is my first night. Hallo! Wacht op mij! Too slow, granddad. Damn. Kijk, weet je het ding is? Ik mag hem niet afschieten, dus wat wil ik doen? Ah! I'm on fire! Oh, ik krijg die scooter. Dude, dat is gewoon flauw. Oké, die health. Ik heb de health nodig. Yes! We gaan een achtervolging doen op onze scootmobiel. Ik heb mijn Uzi nog. Dus wij kunnen schieten. En ik denk dat het op zich wel moet werken als ik er dichterbij kan komen. Als hij niet raakt, schiet. Ik heb ook niet bijzonder veel... Oh, politie! Er rijdt lekker politie achter mij. Oh, is de andere kant op gegaan. Hij heeft ik heb geen ammo. Ah! Oh! Hij kill. Dat was maar ook. Ik mocht hem niet afschieten. Damn it! Alright, volging nummer 2. We gaan weer op onze scooter. Nou moet ik dus afstand bewaren. Niet dichtbij komen, want dan schiet hij ons overhoop. Nee, dat is niet. Nee, ik schiet hem overhoop. Dat was het probleem. Ik ging niet dood, hij ging dood. Nou, we hebben wel een probleem. Hij schiet nog steeds terug. Maar hij kan niet raak schieten, zo zien. Dit, we hebben die moves. Maar, Au. Ik denk van hem is wel redelijk veel damage, volgens mij. Hij schiet niet veel raak, dat is geluk, maar... Er rijdt ook gewoon een politieauto langs. Die zal niet even denken van... Ha! Oh! Nou herken ik de missie. Hier rechts, juist. Dit is een pittig missie. Missietje. In ieder geval, in de original. Oh, nou gebeurt er nog niks. Oké, later kan ik garanderen dat we hier nog terugkomen. Maar nu dus nog niet. Dus dat is prima.
Maar die missie was best wel lastig in de original. Waar gaan we nou heen? We kunnen, als het goed is, hier rechts. Ik weet niet of we naar binnen kunnen. Kan ik hier al naar binnen? Ik kan hier nog niet naar binnen. Hoe duur is dit? Kan ik ook nog niet kopen. Daar staat een helikopter. Alleen die kan ik nou dus niet pakken. Dat zou op zich wel handig zijn. Dan zijn we snel terug. Maar we moeten dus nou richting... Even kijken. Ja, waarschijnlijk weer Diaz. Dat is de enige missie en dus die telefoon. Ik ga nou eerst even naar Diaz. En als ik later in dit gedeelte ben, dan checken we even die telefoon. Want ik ben wel benieuwd wat voor missie dat is. Maar ik ga niet heel dat pokken aan draaien nou. Als we toch iets hebben wat dichterbij is. Dat is meestal ook al die missies doe. Ik pak gewoon hetgene wat dichterbij is. Wat misschien niet de beste manier is. Het beste is misschien om gewoon door te gaan met... de soort van storyline waar je in zit. In dit geval is het enige die ik heb. Maar het is volgens mij niet heel slim om telkens van character te wisselen. Dan kan je niet echt volgen. Kijk, we zijn weer terug bij de villa. En misschien hebben we nou meer te zien krijgen van de woning. Zoals de hal. Laten we even kijken. We kunnen hier in ieder geval omhoog rijden. Dat scheelt. Kijk. Tot aan de deur. Je kan ook een helikopter op het dak landen. En dit is wat ik al zei met die hal. Het is niet één op één. Maar de stijl is hetzelfde. Fool! 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 Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? Jesus! Wat is dat voor nodig? These failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The Stinking Mafia? That gang place is a fortress at ground level. That's what we net waren. Quentin, Quentin! Quentin! We'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're Quentin. Doing? Hij noemt hem Quentin. What? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Of course. Of course! Dat is wat er gaan is. Dat is waar ook. One thing puzzling me. What's with en... Oké. Ik kan me niet herinneren dat deze missie met een helikopter was. We hebben een M60. We hebben unlimited ammo. Alleen niet unlimited health. Moeten we rekening houden. Hier op de golfbaan. Ik zou even mijn gun kunnen testen, maar... Oh. Ik wou net zeggen, ik wist dat we dat op de grond zouden doen, maar dat komt dus later nog. Dan landen we daar gewoon. Alright. Let's get the party started. Volgens mij moest je dit vroeger ook doen met die pijltjes toetsen. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, daar kan je niet van met die steek. Scheelt dan ook. Er is hier helemaal niemand. Oh, daar zijn ze. Ik heb weer te vroeg gepraat. Ik schiet alles mis. Kijk. Geen probleem. Daar gelijk die auto. Jezus, dat ding ontploft te snel. Het is natuurlijk ook wel een sterk wapen. Dat scheelt. Hoeveel kogels heb ik nodig? Dat is echt niks. Ik raak amper die auto's. Check dit. Oké, dan zie ik alles mis. Als ik raak zie, dan ploft dat ding echt direct. Ik schiet nog alles mis. Dan schiet ik echt terug. Dan heb ik gewoon deze hele woonwijk overgenomen. Ik heb er moeite mee, oké? Okay? Hang stil met je heli. Jesus. Het is lastiger dan het lijkt, oké? Okay? Er is geen aim assist. Heb je wel nodig op controle. Of op, ja, op controle. Oh. Er ligt daar iets. Ik weet niet wat het is. Laat ik even checken. Volgens mij is dat een gun. En hebben ze RPG's? Oh, nee. Hatsee. Kan hem niet beter op het dak zetten? Is dat niet verstandiger? En...
Ik kan volgens mij die M6 ook niet meenemen, of wel? Hallo? Oh. Ik denk dat dit lang. Oh, ik krijg hem wel! Oh, kijk dan! Say hello to my little friend! Ik had eigenlijk body armor nodig hier, want zij doen ook wel veel damage. Volgens mij. Headshot. Ja, body armor zou nou eigenlijk wel heel erg van pas komen. Oké, old man. Dude. Ik weet niet hoe oud ik ben, maar volgens mij valt het reuze mee. You too old for this. Dude! Draag je! Oh mijn god, ik zie er alles mis. Een Uzi? Of een andere subby? Dik. Waar word ik vandaan beschoten? Iemand schiet op mij en ik weet niet waar vandaan. We hebben ook politie achter ons aan, dus ik denk dat we snel moeten zijn. Anders hebben we zometeen een probleem. Oh, en hier is het koffertje. Was het alles? Nee, toch? Dat was alles? Ik kan me deze missies echt veel epischer herinneren. Wat is dit? Ik kan me echt herinneren dat het super intens was. Oké. Wat? Dude, ik weiger te geloven dat dit zo was. Oh, storm warning over. All bridges to the mainland are opened. Dus nu kunnen wij naar dat linkerdeel toe. Voorheen kon dat nog niet. En dat is nou dus ook vrij. Dus dat is gunstig. Ik zie nog geen missies daar. En gezien het feit dat we toch hier geëindigd zijn, gaan we hier dan ook maar weer verder, denk ik. Het is wel badass dat we een M60 hebben. Dat ding is dope. Hell yeah. Volgens mij ligt hij trouwens ook ergens body armor. Oh. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, senor... Colonel Cortez. He's in a really please help bad mood. You can find me at the boat, huh? Yes. We gaan eens even kijken bij de kolonel. This is not here. Volgens mij ligt er ergens iets in het doolhof. Wat ik me herinner. Blijkbaar zat ik ernaast, want ik kan hier helemaal niks vinden. Ik zou zweren dat hier iets lag. Misschien zit hij dan net binnen. Want je kan via deze kant kan je het gebouw in. Aan de zijkant. Dat is hier rechts. Oh, dat is nou nog dicht. Oké. Okay. Nou, dan gaan we maar weer verder. We hebben dus ook een nieuwe missie van... onze... Hoe heet je ook alweer? Onze kolonel. Op zich wil ik wel even weten wat hij te vertellen heeft. Maar ja, we zijn bij de D, dus we gaan hier verder. Er is ook een A bijgekomen. Waar is die A? Die A, die is bij... Daar. Dat is volgens mij die vastgoedmagnaat. The fastest boat. That's so pleased with yourselves now, huh? Dat is geen kleiduif. Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit, Amica, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. En dat is ook niet echt eerlijk om met een shotgun op vogels te schieten. That way. Dat raak je every altijd. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Oeh. Dit heeft toch geld zat? Kan hij niet zelf van die boot kopen? Damn pigeons! Alright. Go to the boatyard at the docks and steal the fastest boat. Het probleem met dit is dus... Boot betekent water en ik kan niet zwemmen. Dus we moeten heel erg oppassen daar. En kan ik hier omhoog of... Moet ik helemaal omlopen? Werkt dit? Yup, alright. Hierachter heb je... Oh, hier ligt een collectible. Hierachter heb je volgens mij ook een boot staan. Dus kunnen we via die boot kunnen we dan daarheen. En dit is doodlopend. Oh my god. Maar ja, we hebben dus een boot nodig. Staat hier een boot? Ik hoop het dus wel. Anders moet ik even omrijden. Wat op zich ook geen probleem is, maar... We moeten naar een dock. Dus als we hier een boot kunnen pakken, dan zou dat makkelijker zijn. Eenmaal, andermaal. Er staat hier helemaal niets. Nice. Fijn. Ik weet niet hoe ver dat weg is, maar ik zie jullie over een half uur. Het scheelt dat we hier een snelle auto hebben staan. Dat is wel fijn.
De Infernus. En wat wel grappig is, is dat al die merken die je uit deze oude games herkent, die zitten dus ook allemaal in die nieuwe games. Kijk, heel veel mensen willen dat de games realistische... realistische merken gaan krijgen. Ik vind het juist al leuk dat het allemaal een beetje een eigen ding heeft binnen de universe. Ik mag hopen dat we die boot niet moeten hebben. Zo'n grote. We moeten een speedboot pakken. De snelste boot. Nou, dat zal niet zo moeilijk moeten zijn. Of in ieder geval, die moet wel opvallen. En ik word blijkbaar gelijk onder... Oh-oh. Hoe krijg ik dat ding omlaag? Find the switch to lower the boat. Alright. Oh, nou is dat de fik. Pardon. Dude, I'm gonna die. I'm so gonna die. Oh mijn god, ik kan niet lopen en aimen. Oké, andere aanpak. Ik had niet verwacht dat ze me gelijk onder vuur zouden nemen. Wat op zich niet zo gek is. Gezien het feit dat ik daar een boot kwam jatten. Maar toch. Jezus. Ik was er gelijk dood. Hier zijn we dan weer. En ik heb zo'n vermoeden dat we hier ook al wat body armor kunnen vinden. Of op zijn minst wat healing. Ergens in de buurt. Misschien naar binnen, want ik weet dat je hier binnen kan. Volgens mij moet ik er ook naar binnen. We gaan gewoon één voor één hierin afknallen. Atse. Headshots for days. Ik kan trouwens niet inzoomen deze gun. Stop. Is dat hinkelen? Ze raken me van best wel ver nog. Ik had verwacht dat ze me niet zouden raken of hier. Dat is niet het geval. Stay there! Ik schoot hem in zijn zak! Au. Ja, ik had niet verwacht dat ze me zo van zo ver zouden raken. Ik kom erin dat het altijd strat was. Dat je die afstand zo lang mogelijk houdt, zodat zij niet terugschoten. Ik word ook beschoten door iemand die ik niet zie. Daar is hij. Kan ik door het hek in schieten? Yes. Alright. De kust lijkt redelijk veilig voor nu. We hebben 1 ster politie. Alright. Er zijn sowieso mensen binnen. Want ik hoorde ze. Ik hou wel gewoon die Uzi. La! Het lijken gewoon werknemers. Maar ik neem geen risico. Ze schieten eens terug. Dat waren waarschijnlijk wel gewoon werknemers. Alright, de switch. Bing bong. Nou, 1 dingetje. Waar ik rekening mee moet houden. En dat is dat ik niet in het water val. Uh-oh. Stop! Ik moet reloaden! Reloading! Er zijn veel mensen. Holy moly. Waar ik nou rekening mee moet houden is dat ik niet in het water spring. Ik kan me herinneren. Dat ik soms over die boot heen sprong uit deze missie. En dan in het water belandde. Alright, we hebben een nieuwe boot. Get the boat to the mansion. En is het trouwens ongelooflijk ondiep of ligt het aan mij? Ik zie letterlijk de bodem. Hier valt het wel mee. Nou, alsnog. Het is bijzonder ondiep. Je zou hier bijna kunnen lopen. Kijk. Stelt niks voor. Nieuwe boot voor de collectie. Hij ziet er wel vet uit, maar die grote spoiler. En $4000. Damn. Dat is niet verkeerd. We hebben 13.000 nou. Dat is lekker. Zou ik nou die boot kunnen pakken? En dan naar zee kunnen varen? Weet je wat? Ik ga het proberen. Kijken of ik deze boot nou kan gebruiken. Ik hoop niet dat ik het water val. Please. Ik ben zo bang met boten. Ga ik hem stelen? Yeah. Mijn boot. Woo! We gaan eens even naar de commandant. Of was het ook weer kolonel? Same thing. I don't know. Hopelijk kan ik hier het land op. Ik wil nou echt niet doodgaan, jongen. Dan ben ik al mijn wapens kwijt. Ik heb best wel veel. Misschien is dit niet de beste manier. Want ik kan hier sowieso niet fatsoenlijk aan land. Ik kan hier sowieso niet aan land. Want ik kan niet door dat hek heen. Dat hek is dicht. Oké, ik heb het gezien. Ik kan naar het land om. Godzijdank. Dit is de beste manier. Dan wordt hij ook niet gestolen. Hartstikke idee. Boom shakalaka. Hopelijk is hij niet boos dat hij zijn boot kwijt is. Al die moeite gedaan voor die boot. En dan steel ik hem. Niks aan de hand.
Sir, yes, sir! Yes, was pleased. I would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Of course! I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud, no matter. I have a proposal. Ja, hij vertrouwt de Diaz niet. Time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Okay. Prima. Is dat toevallig een tank? Jongens? Yes, go and acquire the piece of military hardware that is being taken through town. Yeah, ik zal verder eens niet heel veel zeggen. We zien maar wat er gebeurt, oké? Okay? Goed plan. Ik kan dit nou naar links. Ik weet niet of dat een stuk korter is. Maar deze route konden we eerder nog niet rijden, want die was dicht. Dus we gaan voor de verandering een keertje hier. Ik vind nog steeds dat het water bijzonder ondiep is. Oh, ah, slip, slip. En hier moeten ze zijn. Of, ja. Ja. Heb je ze? Hè? En het is inderdaad een tank. Ik herinner me deze missie. En wat ik me ook herinner, is dat dit best wel een nare missie was. En ik heb geen body armor. So I'm gonna die. Volgens mij, kan ik, als ik hem eruit schiet... Run! I need to run! Run, 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 run! Voor de mensen die vastzitten op deze missie, dat is de strat. Kijk, het ziet er misschien heel raar uit nou. Hoe deze missie werkt is, als je die persoon naar boven uitschiet, dan gaat die deur open. Anders kun je die deur niet openmaken. Toevallig dat ik dat nog wist. En deze tank gaat automatisch ontploffen als je niet op tijd op je bestemming bent. Dus ik hoop ook dat we dat snel genoeg kunnen doen. Want anders dan zijn we alsnog de lul. En alles wat ik aanraak ontploft. Fantastisch. Ah ja, we hebben nog ruime tijd. Weet je, ik parkeer hem zelfs achterin. Achteruit in parkeren. Als dat lukt, want dat ding draait uit zichzelf mee. Hartstikke idee. Heb ik nou trouwens nog steeds mijn... De politie is weg. Wat? Kijk, dit zag er misschien best wel makkelijk uit. Nou, ik zeg je, deze missie is verschrikkelijk. Als je niet weet dat je die bestuurder eruit kan schieten. Want ik heb daar zo lang op vastgezeten. Ik heb het toen op stream gehad bij de original. Dat was echt een verschrikkelijke missie. En toen zei iemand volgens mij in de chat van je kan die driver eruit schieten. En ik deed dat, dan gaat die deur open en dan kan je erin. Veel makkelijker. Alsnog hadden ze me bijna dood, want ik had body armor. Ik weet niet hoe ik eraan kwam. Maar ik had het wel. En dat heeft ons op zich wel gered. Ik herinner me dat overal van die spullen moeten liggen. Maar telkens kan ik niks vinden, body armor. Wat zei ik nou? Ik wist het wel. En ik val gelijk. Ik kan even kijken of we dit kunnen kopen. Waarschijnlijk nog niet. Volgens mij is dat allemaal endgame stuff. Ja, yeah. You cannot buy the printworks at this time. Come back later. We gaan richting... I don't know. We kunnen naar Diaz. Aan de katten! Weet je wat trouwens slim is? Ik ga het even doen. Ik heb het er laatst over gehad in de vorige video. Als je een politieauto steelt, dan krijg je een shotgun. Kijk of dat nog steeds werkt. Ik heb nou dus geen shotgun. En als ik instap... Stap uit. Heb ik een shotgun. Hartstikke idee. Kijk, dat zijn de pro-strats, boys. Pro-strats. Ik vind het trouwens wel knap dat ik geen politie krijg als ik daar een auto steel. Recht voor het politiebureau. Maar daar gaan we het verder eens niet over hebben. Aan de katten! Vooras! We gaan richting... Met de... Remelde! Er gaan allemaal mensen aan! Nice. En we gaan eens even naar die telefoon toe. Dat is... Ah! Oh, shee! Oh, die lantaarnpaal, maat. Ik draai dit perfect... Oh. Pek hier! Oh mijn god. Ik draai dit perfect om. Alleen de lantaarnpaal naaide me. We gaan eens even kijken bij die telefoon. Wat voor missie dat nou is. Want we zijn er nou toch. Hij is nog steeds aan bellen.
Dat doet hij al 3 dagen lang. Wachten tot ik erop neem. Hallo? Doet hij het? Misschien moet ik een auto hebben? Waarschijnlijk wel. Volgens mij is dit zo'n missie dat ik heel snel naar een bepaalde locatie moet rijden of zo. Dus we gaan even draaien. Dat we gelijk aan kunnen rijden. Instappen en wegwezen. Zo. Nee, dat is het niet. Was te proberen. Nee, ik snap niet waarom hij opneemt. Waarom neem je niet op? Dat ding ging al voor neer. Waarom? Oh, die zit... De ding zweeft! Roadkill. Okay, your next job is taped under the phone. Delivery is 50... Dude, dit is inderdaad side quest. Waarom zweeft dat ding? Kijk dan, die zit niet in de grond. Dat hoort niet. Alright, we hebben 50 deliveries. Wait, 48? 47? Wait a minute, what? Heb ik wat context gemist? Want dit is een beetje vaag. Dus wij zeiden, your next job is taped under the phone. Oké, prima. Maar, wat is mijn job dan? Moet ik hem aanrijden of moet ik hem eens helpen? Ik zou zeggen dat ik hem moet aanrijden. Ik denk dat we dat ook maar doen. Op zijn scooter. Pizza courier. Op je muil, hou. En nou, wat moet ik nou doen? In elkaar stoempen? Want dat proberen. Kijken wat er gebeurt. Damn, boy. Ah! Ja, dat was... Oké. Okay. Sure. Aparte missie. We hebben in ieder geval nou een nieuwe scooter. De Pizza Boy. Maar nu weten we in ieder geval dat het allemaal sidequest is. Dus dat is niet zo interessant. En dan gaan we nou weer terug naar die villa daar, hoor. Van Mr. Diaz. Welkom terug. We zijn er weer. En daar ligt iets. En ik weet niet wat... Dat is healing. Nee, dat is geen healing. Wat is dat? Het is volgens mij zo'n pilletje. En dat is volgens mij een kill frenzy. Dan moet je zoveel mogelijk kills proberen te maken. Dacht ik. We gaan eens even kijken wat we hier hebben. En ik word letterlijk gebeld recht voor dat ding. Wat een timing. Dude! Oh, dat is gewoon weer van hetzelfde. Ja, hey, zoek het uit. Doe ik wel een andere keer. Supply and demand. Jeez. Eject plastic crap! You're doing this to me? Hij heeft wat anger issues. Who do you think you are, you piece of plastic shit? Arr! Screw you! Screw you! It is my favorite El Burro movie. It died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? What? Oh, yeah. Damn. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. An idiot. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Alright. Okay. Sure. Ik weet niet of we die boot nog hebben, want daar moest ik het over hebben. Die heb ik laatst meegenomen en niet teruggebracht. Dus, Jeez. Is hij er nog? Imagine als je nou weg was. Hij is er. Hij is plotseling van kleur veranderd. Waarom ook niet? Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. My man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap. Ligt hij lekker? But I know one day, I'm gonna save your ass. And you're probably gonna wanna kiss me. All right. Lance Vance. We got some competition. We hebben de snelste boot, jongens. It's easy. We got this. Ga zitten. Ga zitten. Oké. Okay. Hij heeft waanzinnige balans, lijkt wel weer. Oké. Okay. Ik weet ook niet of we zo moeten varen. We kunnen volgens mij rechts langs, maar... Ja, ik heb geen idee wat nou de slimste route is. Kan ik hier onderdoor ergens?
Ja, dat kan. Oké, nice. Niet dat mijn spoiler te groot is. Dat ik vast zit dadelijk. Oh, ik kan die sturen. Papap. Daar is de boot. Kijk, daar ga je... daar ga je geen kans mee hebben, hè, met je zeilboot. Papap. Vind je raar dat die cutscene ineens mist? Want hoort daar geen cutscene te zijn? Ah! Eat it! Ik krijg gewoon niks geraakt! Onvoorstelbaar. Ik heb er zoveel moeite mee. Beweeg ik zoveel? Hou dat ding nou eens stil. Oh, godsamme ze. Oh, weet je wat? Ik zal die driver eens even uitschieten. Dat zei. We zijn vanaf. Misschien is dat ook de beste manier. Om gewoon op de driver te schieten. Kijk. Dan houdt het snel genoeg op. Nou, we kunnen voor ons kijken. Maar dat moet ook. More trouble up ahead. Oh boy. Ik kan niks raken. Ik moet reloaden. Yes! Gewoon een helikopter. Dat is niet gunstig. Ik schiet zoveel mis. Oh mijn god. Hey, dit soort missies herinner ik me waarom het zo lastig is op console te schieten. Met die sticks. Ik ben letterlijk aan het schieten met twee duimen. Raak met één. En kijk, die helikopter kunnen raken. Of moet ik hem gewoon opblazen? Probeer hem gewoon op te blazen nou. Ik weet... Oh! Oké. Dat was... onverwacht. Hij valt gewoon als een zoutzak uit de lucht. Oké. Oh. We did it. Good job. Nice driving. Good shooting, my friend. Hey, staat Vice City op. A real, proper, grade A lunatic. Yeah. See you around, Tommy. Okay, neemt hij nou die boot mee? Dance. Hij neemt nou gewoon die boot mee. Ongelooflijk. South American Connection. $10,000. Jesus. Tracksuit outfit delivered to Jogsport. Oké. Hebben we nou 25k? Ik ga dat geld allemaal nou niet opmaken. Want later heb je dat nodig voor al die bedrijven. Ik weet niet wanneer we dat kunnen kopen. Maar dat zal niet heel lang moeten duren. En ik denk dat we nog heel eventjes langs A gaan. En dan gaan we de video waarschijnlijk weer beëindigen. Even kijken wat A ook weer was. Want ik heb geen idee wie dat was. Kan ik me niet herinneren. Maar dat was die vet met die cowboyhoed, volgens mij. Dat was A. Ik weet alleen zijn naam niet meer. Dat is van letterlijk achter dit gebouw. Dus dat is letterlijk om het hoekje. Kijken of hij tevreden is met wat we hebben gedaan. Want we moesten voor hem dit gebouw opblazen. Dat is gebeurd. Dus misschien krijgen we opslag. En ik word weer gebeld. No, dat is het telkens. Lance. Dude, deze guy. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, oh, nothing. Look, Tommy, we can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. Nah. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Ah. Ja, dat is de enige missie die we nou hebben. Let's see. 2-bit hit. Ik telkens hetzelfde beginnen hier, hè. Komt hij weer aanrijden met zijn limo. Iedere keer weer. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is Tommy Vercetti. Donald Love. Come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen. You might learn something. Shut up. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a gang lord died. You disguise yourself and head on down and crash the funeral. Mix it up and then hightail it. You getting this down, Donald? Okay. Well, we're gonna gang war starten. And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Interesting. Okay. Get yourself some gang colors in Little Havana. Dat is best wel messed up. I mean, het zal wel effectief zijn. Het zal wel een slimme businessman. Ik kan er niks van zeggen. Al is het wel een beetje onethisch. We zijn bij de kledingzaak. Kijk eens.
En we moeten zometeen dus een begrafenis overhoop schieten. Dat is best wel messed up. Ik zeg je eerlijk. Dit is mijn nieuwe outfit. Ik had de ganglord at Romero's funeral parlor. Oké. Kan ik hier door? Soort van. Niet helemaal. Het kan net. Ik zeg niet de beste route. Oh, het is een funeral bij de Domino's. Aha. Excellent. They've spotted you. Oh. Hoe schiet ik ook weer? Oh zo. Die knoppen zijn een beetje raar. Waarom moet ik ze doodschieten? Huh. Weet je wat? Ik pak mijn M60 erbij. Dat moet wel werken. Kan ik die... Au. Oh, mijn M60 is al leeg. Wauw, dat ging heel snel. Oh, dan moet ik gewoon weg. Dat vraagt dat ik meer mensen moest doodschieten. Maar het is gewoon de bedoeling dat ze mij dus gezien hebben. Van, ah. En dan ontstaat er een gang war. Dit is op zich wel... Dit gebeurt waarschijnlijk vaker dan je zou verwachten. Hoe heet dat ook weer, zulke acties? Dat noemen ze een false flag. Of een soort van. False flag is dat je jezelf voordoet als de enemy, right? Dat je een aanslag op jezelf pleegt. Maar ja. Ja, dat was een makkelijke missie. Havana outfit delivered to Little Havana. Aha. Word ik nou weer gebeld? Get out of the way, Carapinga. Kijk zijn hoofd. Wat is zijn hoofd? Oh, ik word weer gebeld. Wacht. Why, Milk China? It's Pulp. All right, Milk China. I'm enjoying a little R&R at the Club Malibu. I reckon you're going to owe me a favor or two after this sunshine. I'll see you later. Gaan wij zijn missie nog even checken. We kunnen even kijken wat hij te zeggen heeft. Ik moet mij nog even omkleden. Dat is Ken. Alright. Gaan we even kijken bij de Malibu Club. Ik vraag me eigenlijk af, schieten zij nou op mij? Want ik... Auw. Ik ben nou in principe... van die andere gang. Hallo? Ze zien mij niet eens. Huh. Volgens mij ben ik van die rival gang, dus... Of in ieder geval met deze outfit. Oh boy. Wacht. Kan ik hier die golf outfit pakken? Zeg alsjeblieft ja. Oh, dat kan. Hell yeah. Ah, ik word weer gebeld! Hey Leo, I got some work for you. Hey Leo! Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that prick? You kill Leo? You must have big cojones. Big cojones! Waarschijnlijk herken je deze stem wel. En daar is mijn nieuwe outfit. Kijk, daar ziet er een stuk beter uit. We hebben nog een mooie Porsche. Hartstikke idee. Ik weet niet meer hoe die acteur heet. Maar het is best wel een iconic stem. Dus waarschijnlijk weet je wel wie het is. Maar weet je waarschijnlijk ook niet de naam. Net als ik. Anyways. We gaan even kijken hier bij de Malibu. Ik kon nog steeds deze club kunnen kopen, maar... Moet ik even wachten. Laten we die gun ook maar even wegdoen, voordat we naar binnen gaan. Death row. Oef. Alright, Mush. I'm gonna save your beer, mate. What the hell are you talking about? You know that wanker thing is the people master? He's got your boy Lugs. Word is your mate tried to jump him. Didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? Alright. In plain English. Keep your party on. They call him across town to jump ya. Oh, nee, deze missie. Deze missie was de meest verschrikkelijke missie in de original. Hier heb ik letterlijk een uur op vastgezeten. Deze missie was pure hel. Ik ben benieuwd of het nou een stuk makkelijker is. Waarschijnlijk wel. Vrijwel gegarandeerd. Deze missie was zo verschrikkelijk. En dat was voornamelijk te danken aan het feit dat je niet kon rondkijken in de original. Dus... Dus het was best wel lastig om mensen te spotten. En als je ze had gespot, dan hadden ze je bijna vaak al dood. Maar ik zal eens even kijken hoe het zo meteen gaat. We moeten dus Lance zien te redden. Die zit bij een... Hoe noem je zoiets ook weer? Stort? Car graveyard dingetje. I don't know. Politie! Oké, daar kan er ook nog wel bij. Natuurlijk, hè? Als het al niet erg genoeg was... Hier is het dan.
scrapyard en dan... Ah! Beuken gelijk erin. Ja, het ding bij deze missie was dat je gelijk echt helemaal overhoop geschoten werd. En het feit dat ik nou nog steeds leef... is... op zich al best wel nice. Mijn auto zit in de fik. Les, ik ben er om je te redden. We hebben alleen geen vluchtauto meer. Dat was wel een probleem, want die hadden we kunnen gebruiken nou. Maar, what's up, homeboy? Wait, je leeft nog, hè? Ja, je leeft nog. There goes my careful planning blown to shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do, mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure, I guess. Nice to see you too. Nice to see you too. We gaan Diaz killen, boys. Dat is dus die vet met die mooie villa. Nou, wat is eventjes doen? Alright, kijk al dat geld, maat. Ze hebben zoveel geld. Maar ja, dit is echt... Dit scheelt zoveel, maat. Dude, in de original was hij nou al 20 keer dood gegaan. Je bent echt gelaserd, jongen. Continu. Dat is niet te harde. Hoe kom ik aan de... Oh ja, die heb ik natuurlijk opgepakt, die ammo. En ik denk dat we moeten gaan vluchten met een vuilniswagen. Ik hoop niet dat dat een probleem is. Want dat is alles wat we hier hebben. Get in the car! Kijk. Het is wel echt insane hoeveel makkelijker deze missie is in deze versie van de game dan in de original. Dat is echt geen vergelijking. Diaz's guys are after you. Get Lance to... Ik kon niet lezen wat het laatste was. We gaan er maar door met onze vuilniswagen. Hey. Oh, fuck. Uh-oh. Als ding in de fik vliegt, gaat Lance dood. Kunnen we niet gebruiken. Niet schieten! Kijk, ik kan hem misschien nog wel overleven als ik eruit spring. Maar die Lance is sowieso te traag. Dat weten jullie ook wel. Die gaat sowieso dood dan. En we moeten dus revenge nemen op Diaz. Alleen... Ja, dat is niet deze missie. Ik dacht dat we dat nou gelijk zouden doen. Daar staat de volgende. Op zich is dat een mooie cliffhanger voor de volgende keer. Dan gaan we dus... die villa gaan we als het ware binnenstormen. Dat is vet. Kan ik je garanderen. Oh, daar komen ze weer aan. Daar komen ze weer aan met de Porsches. Ik geloof niet dat hij heel veel kan... kan inbrengen tegen mij. Met mijn vuilniswagen. Probeer te duwen. We zijn gearriveerd. Hij kan echt niks beginnen met zijn auto. Atzee. Op de bestemming. We hebben nou dus gelijk een D-missie. Ik neem aan dat het die missie is waarbij je dus... revenge gaat nemen. I guess. Daar. De D van Diaz. Maar wij gaan toch even rustig deze kant op. Dan gaan we eens even saven. Misschien dat we ook ergens hier een huisje kunnen kopen nou. Dat we niet helemaal terug hoeven gaan. Volgens mij is hier ergens een heel goedkoop huis te vinden. Misschien dat we dat even snel doen. Dan hoef ik niet helemaal terug te rijden. En dan hebben we in ieder geval een safe house in beide delen van de map. Ik twijfel alleen waar dat was. Volgens mij was dat hier ergens. Heb ik gelijk. Ergens in deze buurt zit een safe house. Als tegenover die bikerplek waar we eerder waren. Maar is dat wel aan deze kant van de map? Ah, dat is hier. Dat is letterlijk hier. Hierboven. En daar beneden ligt een gun. Wat is dat voor gun? Oh, dat is een Uzi. Dat is ammo. Is dat de politie? Wat ben je doen, meneer? Weet je wat, ik schiet hem af. Ja, misschien niet verstandig. Maar ik wil niet hebben dat hij daar ineens neerslaat en mij arresteert. En hopelijk kan ik dit snel kopen. Dit kost $1000. Heb ik in ieder geval safe house voor $1000. Een shitty shack. Ik heb een save. En dan is het weer mooi geweest. Hartstikke idee. Boom shakalaka. En dan gaan we hier de video beëindigen. Dus ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van weer een nieuwe video over GTA Vice City. En het is niet een hele lange game. Dus er zullen niet bijzonder veel episodes komen. Maar het is wel gewoon een iconic game. En ik wilde toch graag even die remaster doorspelen. Dus vandaar. Dus vond je het leuk? Laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe.